GT Sport League is nu al een tijdje gaande en we zijn nu al aangekomen bij de vijfde of zesde race. Ik heb het helemaal niet meer op een rijtje voor mezelf staan, maar dat maakt ook niet uit. Ik wilde jullie heel even een klein blikje geven in de keuken, achter de schermen, over hoe ik mezelf meestal voorbereid voor zo'n race. Ik heb niet zo heel veel tijd gedurende de week om te oefenen, dus ik doe dat meestal de dag daarvoor. Toevallig is het nu zondag, de dag van de race, maar dat maakt niet uit. Een van de dingen die ik altijd kan aanraden in Gran Turismo Sport is om de campaign mode op te starten en daar Circuit Experience uit te kiezen. Want de Circuit Experience die hakt gewoon het circuit wat je gaat rijden op in een aantal kleinere sectoren. Geeft je daarvan een YouTube video als tutorial om daarmee de ideale racelijn te pakken, je rempunten te bepalen. Je doet het allemaal met GT3 auto's, als ik me niet vergis. Dat is toevallig ook de klasse waarin we rijden in de GT Sport League. Dus het is een goed uitgangspunt om een track te leren kennen. En dat gaan we nu dus gewoon doen. Want we racen op Tokyo Expressway, maar niet de South Inner Loop. We rijden op de Central Outer Loop, als ik hem kan vinden. Central Outer Loop, dit is hem. Kijk, hier zie je, hij is opgesplitst in vier sectoren. En uiteindelijk één final lap waarin je kan kijken of je een beetje op de pace zit. Je ziet hier allemaal al tijden van mensen die meedoen in de GT Sport League. Toon Bart, Ron Raimondo, X-Wars, Spud en Kikoko. Die doen natuurlijk allemaal mee. Ron Raimondo, dat klinkt misschien gek, maar die staat bijna altijd bovenaan wanneer ik Circuit Experience aan het kijken ben. Hij heeft nog geen race gewonnen. Wel iemand met potentie dus. Nou, dan gaan we heel even de video bekijken. Als dat nog kan. Ik had al doorgeklikt. Nou, daar gaan we. For turn 1, brake momentarily just before where the left side wall becomes transparent, turning the car quickly towards the apex. At the exit, head for the yellow marker board on the left. For turn 2, start turning in from the outer side, going over the seam of the road as you get on the rightmost side. From there, go flat out, turning along the centre line. Ja, dit gaat nog lachen worden, want zoals je al ziet, het is een ontzettend smal circuit. Met weinig uitloopruimte. Dus het is of goed de bocht induiken, of gelijk in de muur zitten. Nou, we gaan gewoon een poging ondernemen. Out. We halen hier dus ook niet de snelheid die we zouden moeten halen. Is het genoeg voor goud? Het is genoeg voor goud, maar ik ben hier nog niet tevreden mee. Dus we moeten flat out kunnen volgens de tutorial. Dat moeten we dan ook doen. Deze had ik gewoon flat out kunnen pakken. Ik was te angstig. Zonde. Ja, zonde, deze had ik gewoon flat out kunnen pakken. Schat het verkeerd in. Thank you.
steeds lift ik. Kom op, man. Niet zo angstig. Oh, Jezus. Dit is niet eens een race, hè. Waarom ben ik zo angstig? Zinnig. Dit is plankgas. Afgeschraapt, maar dit is hoe je hem zou kunnen nemen. De tweede plaats, onze grote vriend Rudolf heeft er nog even 2/10 vanaf gereden. Doet hij goed? Ik wou dat je replays kon kijken van anderen, zodat je daar ook nog een beetje van kan leren, maar oké, whatever. Het is wat het is. Gaan we door naar het tweede segment. Het is altijd een beetje kloten met de pijltjes hier, maar het lukt. Even kijken wat de tips hiervan zijn. For turn 4 up the hill after the tunnel, brake momentarily at the peak of the hill. Turn inward at partial throttle and use the second yellow marker board on the right as your cue to go flat out. Okay. Schraapte net de muur wat daar. Voor mijn gevoel. Het was een heel klein kusje. Wel goud. Hier gingen we op de rem bovenaan. Insturen. Bij de tweede markerbord vol gas. Kijk, zie je dat? Kleine touché. Even kijken of we dat zonder kunnen doen. Gelijk door de ghost. Hier zijn we gewoon veel te langzaam. Opnieuw proberen. We remden denk ik net wat te vroeg. Nu raakten we niet de boarding, maar hadden we op het begin zaten. Lekker. Ja, hier ben ik tevreden mee. Ik pakte iets meer de buitenkant zodat we makkelijker in konden sturen. It makes it look easy. Dit is wat ik wil hebben. Hopelijk nog een redelijk goede tijd vergeleken met de rest, maar. Gaan het zien. Derde tijd. Ja, het scheelt allemaal niks natuurlijk. Oké, er valt nog wel wat te winnen, maar ik denk dat we hem enigszins hebben. Turn 5 requires you to turn in on a descent. Start braking using the yellow marker board on the left as your cue. Set your apex at the yellow marker board on the right. Here, it will be important to use the bank on the inner side of the track to raise your cornering speed. For turn 6, brake before the exit of the tunnel. Passing at the apex, get on the outside and proceed to enter turn 7.
For the high-speed corners connecting from turn 8, maintain full throttle, connecting the apexes of each corner smoothly in a good rhythm. Dit gaat een uitdaging worden hoor. Oh jongens, jongens, jongens. Poging of nu veel meer uit te halen. Ik hoef er zeker niet te liften. Deze was lekker. Hij is langzamer. Oh nee, hij is sneller. Ik wou net zeggen. Ik kon me ook gewoon bijna niet geloven dat hij langzamer was als het vorige. Maar nee, hij was sneller. Nee, remmen en terugschakelen bij de eerste bord. Bij de tweede bord weer even een keertje terug. En vol gas daarna de bocht erdoor. Nice. En dit is wel het ding, ik ben er nu aan het oefenen met een, volgens mij is het een Nissan Subaru WRX, wel groep 3 auto. En we hebben de snelste tijd neergezet jongens, kijk eens. Maar, dit is met Subaru, dus dit is een beetje de track leren verkennen. Want straks ga ik het natuurlijk met mijn McLaren doen, die handelt anders, die heeft andere rempunten. Maar de basics zou je dan onder controle moeten hebben. Kijken bij het laatste stuk. For turn 10 after the tunnel, start braking near the exit of the tunnel. Watch for understeer caused by the upward incline and set your apex using the yellow marker board on the left side. After clearing turn 11 along the inside guardrails, move your car to the side by using the yellow marker board on the left as your mark. For the final turn 12, brake before the red and white patterned wall and move your line to the right side. Keep to the inside as you turn at partial throttle. And once you see the second yellow marker board on the right, flat out your throttle and make your exit. Proberen. Opnieuw doen. Die mislukte volledig. Zeker nog lang niet zo smooth en clean als dat ik zou willen. We hebben hem in ieder geval gehaald, maar deze gaan we opnieuw doen. Problemen. Ik heb echt onderstuur hier. De waarschuwers hier natuurlijk ook altijd al voor. Dramatisch dit, dramatisch. Nou, kom op man. Weer erin sturen. Dit is hoe die moet zijn. Dit is hoe die moet zijn. Ik denk dat hij nog wel wat sneller kan, maar dit is hoe die moet zijn. Ik wil één keertje proberen voor het gevoel. Je ziet hè, eerder insturen.
probleem op. Vrijwel identieke tijd. Okay. Ik denk dat we hem hebben. Kunnen we voor onze hotlap gaan? De tweede tijd. Zie je dat weer? Roaring Raimondo. Toch bovenaan het lijstje. Hier gaan we, jongens. Allemaal 1-16. Proberen. Here we go. Hoe ga ik hier al veel langzamer? Ik zit helemaal niet tot de limiet. Penalty natuurlijk, dat ik daar de barrière raakte. Het lijkt alsof de auto anders reageert. Niet zou moeten kunnen, maar we gaan kijken. Off the pace hier, man. Raak de zijwand. Dramatisch. Laat ik echt heel erg veel liggen voor mij. Thank you.
1-6, oké. Okay. Dat zei. 1-16 had ik wel moeten kunnen halen. En we hebben de snelste tijd. Kijk, dat zie ik graag. Hey, dit was even een kleine behind the scenes over hoe ik mijn race meestal voorbereid voor de GT Sport League. Circuit experience, het is ontzettend belangrijk. Pak dat altijd op wanneer je een baan wil gaan leren in Gran Turismo of in elke andere game ook. De circuit experience is echt een heel goed startpunt om daarmee te beginnen. Ik heb het gevoel dat ik de baan nu redelijk ken, weet waar ik moet remmen, weet waar ik moet insturen op welke momenten. Het gaat natuurlijk nog een hele uitdaging worden hoe dat straks gaat worden met slechte wordende banden tijdens de race. Een ander gewicht in de auto met betrekking tot benzine, maar dat gaan we allemaal zien. Dit is dus het beginpunt van mijn voorbereiding altijd op een race. Hierna ga ik alleen eigenlijk nog maar time trials doen met mijn McLaren F1 GTR om op die manier te kijken of ik nog verder kan gaan pushen dan dat ik net heb gedaan met deze Subaru. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie zondagavond om 8 uur bij de GT Sport League. Later! We'll be right back.